Dit was Bruce Springsteen, Born to Run. Als je dit fout had, dan mag je niet uit, denk ik. 2 punten. Volgende plaats. Ja, het goede antwoord was. Met. Iets met Brilliant. Going to the run. Golden earring. Nummertje 3. Ja mensen, dit is de eerste vraag waar 3 punten te verdienen zijn, want 2 artiesten, Run DMC en Aerosmith, Walk This Way. Nummer 4. En nummer 4. Antwoord, The Ventures, Walk Don't Run. 2 punten. Er wordt matig is gejuist. Wat? Ik protest vanuit de rechterflank, jongens. Ik geef een verhaal aan. Wat is het probleem? Dit is een ander nummer. Met de jury valt niet te corresponderen, dat was meer gezegd. Ik wijs niet. Fake news. Fake news, ja. Als het zo gaat beginnen, dan wordt het erg lastig. Oh. De jury komt verhaal aan. Een donatie van 100 euro. Kunnen we misschien nog nadenken of er iets veranderen? Bij een donatie van 100 euro, Geert, dan valt het te praten met de jury. Nee, dat is toch wel echt pure corruptie. Pure corruptie, weet je wel. Altijd. Ik ben slechte boodschapper. Voor een goed doel, altijd. Roland is corrupt voor een goed doel, goed om te weten. We gaan naar nummer 5. Jongens, het was de Black Eyed Peas met Let's Get Started. 2 punten. Nummer 6. Ja, Run To You, Bryan Adams, 2 punten. Heel goed, nummer 7.
en Maiden. 2 punten. Nummer 8. We hebben een nieuwtje, mensen. Er worden grote donaties gedaan bij Ronald. Ja, het team van Ronald heeft juist gezegd, als wij willen, dan betalen we 100 euro. Maar ben jij daarvoor, ga je zo ver? Ben je echt te chanteren met 100 euro? Nou, chanteren is een heel groot woord. Ze waren toch al één. Ze waren al één. Oké. Ik ben benieuwd welk team dat was dan. Goed, we hebben net geluisterd naar Kate Bush, Running Up That Hill. 2 punten. Nummertje 9. Ja, ik hoor hem al. Lenny Kravitz, Always on the Run. En dan gaan we nu naar het enige Nederlandstalige nummer van deze ronde. Voor het al, Ren, Lenny Ren, Agda de Munnik, 2 punten. Nummer 11. Veel goede antwoorden, klopt dat ook? Waar zijn veel goede antwoorden? Is deze ronde goed gemaakt? Nee, deze ronde is op sommige teams erger gemaakt. Er is zelfs één team geweest die maar één foutje had. Die waren namelijk Aerosmith vergeten bij Run DMC. Dat is één fout gemaakt, denk ik. Oké, goed om te weten. We gaan naar de volgende, nummer 12. En even een tease voor straks. Ik heb begrepen dat we een winnaar hebben. Dus we hoeven geen bonusvraag meer te spelen. We gaan naar nummer 13. Ja, Running With The Devil, Van Halen, 2 punten. Nummer 14. We love you.
Ja, dit moet je weten, Rotterdam. Lee Towers en Anita Meijer, Run To Me. 3 punten en dan gaan we naar de allerlaatste vraag. Ja mensen, laatste vraag. Jay-Z, Rihanna en Kanye West. Run This Town, 4 punten. En nou, u ziet hier al een glinsterende beker. Oh, er is nog 1 huishoudelijke mededeling. Ja, met de jury kon wat binnen geconstateerd worden bij het nummer van Walk Don't Run van The Ventures. Dat was de uitvoering eigenlijk van The Shadows. Ja!